Suriname zal voor de periode mei 2023 tot april 2024 het voorzitterschap van de Associatie van Caribische Staten, ACS, bekleden in de persoon van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. Ramdin bevindt zich nu in Antigua, waar de 28e tussentijdse vergadering van ministers en de 9e summit van ACS, die vandaag wordt afgesloten. Deze vergadering richt zich op de samenwerking tussen de ACS-lidlanden. Eveneens is er aandacht besteed aan de Zuid-Zuid-samenwerking op andere gebieden, op onder andere de gebieden van toerisme, duurzame ontwikkeling, het omgaan met klimaatverandering en mitigatie van natuurrampen. Het 's Lands Hospitaal is 3 modern ingerichte zorgafdelingen rijker. Het gaat om de gerenoveerde operatiekamers, de neonatale high care unit en de endoscopie unit. Gisteren kreeg president Santokki bij de ingebruikname een rondleiding door deze afdelingen. Het staatshoofd toonde zich ermee ingenomen dat het ziekenhuis met eigen inzet en grotendeels eigen middelen de investeringen heeft gepleegd. Steun van de regering, maar ook financiële inbreng van andere partners, is volgens de president cruciaal om de zorg te garanderen. De bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nederland ontving vorig jaar een grote collectie aan boeken, rapporten en tijdschriften over Suriname, afkomstig van de vorig jaar overleden Rijksarchivaris Evert van Laar. Op initiatief van Koen van Galen is besloten deze collectie te schenken aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar de collectie ten goede komt aan Surinaamse historici en studenten. De verscheping vindt deze maand plaats in een container met gecontroleerd klimaat. Ook in Suriname worden speciale voorzieningen getroffen om de boeken en documenten in goede staat te houden.